Dus dat betekent, normaal gezien zitten er toch een paar in? Ik heb hier, ik zeg eerlijk, ik heb hier echt geen zin in. Kijkers van Gas Games, hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we weer op de Hardcore Survival. We gaan weer verder waar we gebleven waren. En we waren natuurlijk op zoek naar de freaking End Portal die echt op zich laat wachten. Tenminste, we hebben moeite gedaan om hier, nou, niet echt heel veel moeite gedaan om hierheen te komen. Oeh, pas op. Maar uiteindelijk, ja. Hebben we nog een deur of wat? Waar gaat deze deur heen? Ik, deze deur. Ben je hier al geweest? Even kijken. Nee, hier is nog weer ruimte vanaf. Hier, ja, een trap naar beneden, trap naar beneden. Een trap naar beneden. Oh, nou laten we de trap naar beneden maar nemen dan. En het loopt ook over. Oké, dood. Nou, ik denk, ik heb zo'n gevoel dat we gewoon elke keer ergens langs lopen. En dat we eigenlijk gewoon dan, ja. Hier daar ook is, al geweest, want daar is de boekenkast daar zitten de torches en zo. Oh, pas op, een creeper. The fuck? Maar wacht even. Ik zag wat. Wacht even. Daarnet toen we daar stonden, hier zo, zit een stuk lava. En dat zit nog over een stuk fortress heen. Hebben we dat niet al gehad? Nou ja, weet ik niet, maar we kunnen altijd even kijken. We kunnen daar gewoon... Hé, daar zitten tralies, man. Volgens mij... Nou, ik weet niet. Kom, we gaan gewoon proberen. Er zitten hier wel heel veel zombies, pas op. Ik heb zoiets van, ik geloof overal dat die overal kan zitten, weet je. Misschien staan het wel bovenop, ik weet het niet. Ja, dat zou zomaar kunnen, inderdaad. Maar, what the fuck? Oké, pas op voor de lava. We hebben geen zin om levend verbrand te worden. Nou. Hier zit een spawner achter, man. Hier zit hij. Hier zit hij gewoon. Is dit hem? Ja, hier. Er zit een silvervis spawner achter. Oké, maar deze muren zijn ook silvervis, dus pas op. Doe dan gewoon deze bar slopen. Ja, oké. Wacht, hier zit allemaal silvervis. Pas op. Ah. Oh, nee. Oh, nee. Oké. Spannen kapot maken. Ja, oké. Oh, nee. We hebben ze alle 12 nodig. Oh my god. Deze meen je niet zo. Dus dat betekent... Normaal gezien zitten er toch een paar in. Ik zeg eerlijk, ik heb hier echt geen zin in. We hebben de fucking 3 afleveringen aangespendeerd om dat teringding te vinden. Dan vind je hem en dan heb je alle 12 de fucking... Nou ja, weet je, kijk, we konden sowieso niet naar binnen, weet je. Dat is wel zo. Dus we moesten sowieso terug. Dus op de terugweg of bij huis kunnen we sowieso wel 3 Endermen killen. En dan hebben we wel weer opnieuw. Hebben we er wel genoeg. Want we zouden toch nog niet naar binnen gaan, ja? Nee, dat is waar. Maar je wil hem wel graag ook meteen, hè? Ja, je wil hem eigenlijk wel aan hebben. Maar wat nu zeg maar is, we moeten nu eerst terug naar huis. Ik denk dat ik ze pas plaats als ik ze allemaal heb. En dan moeten we hier terugkomen. Ik zal deze... coördinaten sowieso eventjes opslaan op mijn bureaublad zelfs, want... Ja, ik ben wel handig, ja, want ja, deze want, moet je echt niet kwijtraken. Als we deze kwijtraken, zijn we echt de pineut. Even kijken, we zitten op min 492, min 304. En ik zal ook gelijk de hoogte ertussen zetten, want dat is wel handig. Dan weten we ook gelijk waar we ongeveer eigenlijk naartoe moeten minen. Als je het mindshift hebt, is die eigenlijk gewoon, ligt die letterlijk open. Maar goed, als je dat niet weet, ja. Ja, precies. Als je het niet weet, dan weet je het niet. Maar goed, we moeten terug naar huis toe. Hoe we dat beste denk ik kunnen gaan doen is naar boven gaan minen, als in een trappetje. Als we nou hier, hè, bijvoorbeeld hier, nu een trappetje naar boven gaan maken hier, hè. Wordt een hele lange trap, maar dan hebben we in ieder geval een trap meteen ernaartoe. Ja, of, ja, dat is in, ja, klopt. Laten we dat gewoon doen. En dan onthouden we ook de coördinaten van de trap, want dat is het gewoon, ja, heel simpel. Dan lopen we, ja inderdaad, dan komen we er recht op uit. We kunnen nu in de tussentijd als we naar huis gaan. Ja, wat we ze ook zullen moeten doen trouwens, wat misschien heel erg kloot is. We moeten diamonds gaan vinden en vies veel ook. Maar jij had een fortune boekje, hè? Fortune 2, ja. Ja, jij had een fortune boekje. Dus dat betekent dat we in ieder geval al meer diamonds krijgen per diamond die we hakken. Dan moeten we eigenlijk eventjes zorgen dat we een, even gaan minen een aflevering. Want ja, we zullen toch echt diamonds moeten hebben voor het feit dat we diamond armor of iron armor bij de Ender Dragon maakt denk ik toch wel een heel groot verschil. Dus, oh, lijkt me wel, ja. Ik denk dat we dat sowieso moeten verzorgen en dan moeten we een heleboel heal bottles hebben. Ik denk dat we echt met een hele inventory vol met heal bottles erheen moeten gaan. We hebben ook pijlen nodig, want ik heb geen Infinity Bow. Nee, we hebben pijlen. Nou, pijlen hebben we op zich al best wel veel, want ik heb er maar 1 nodig. Oh, wauw. Letterlijk?
Hier begonnen we. Wauw, hier zijn we naar beneden gegaan, mensen. Hierachter zijn we naar beneden gegaan. En we komen gewoon hier naar boven. What the fuck? Dat betekent dat wij... Die kant op moeten. Deze kant op moeten rennen en je bent letterlijk thuis. Ja, volgens mij ook. Ik heb een rechte streep naar huis. Ik zal de coördinaten even opschrijven van de trap, voordat ik het vergeet. Waar is die nou? Hier zo. Toch? Ja, hier is de trap, toch? Nee, dit is niet... Jawel, jawel. Oh, je hebt het even afgesloten. Nee, ik heb niet afgesloten, zo is het gewoon. Oh ja. Oké, de trap is... Ik wil je spiegel alvast. Yo, zie je thuis. Yo, 4, 5, 2, 64... En dan 306. Zo, hoppakee. Ik ga hem opslaan direct, anders vergeet ik dat de volgende keer en dan ben ik het bestand alsnog kwijt. Dus even, wij moeten nu zorgen voor Diamond, Ender Pearls, Enchants. Wij moeten zorgen bottles. Inderdaad voor Enchants. Het liefste eigenlijk moeten we een paar level 1 boekjes enchanten voor Power. Zodat we in ieder geval een Power 4 of Power 5 boog kunnen maken. Mhm. Dan moeten we dus heel veel XP gaan halen, waardoor we dus eigenlijk, ja, de nether trip moeten we toch nog doen, zeg maar. Ja. Want dan kunnen we eventueel wat blazes skillen, of wat ghast skillen. Voor natuurlijk de regeneration potions, die zullen we hard nodig hebben daar. En we hebben op dit moment, as we speak, nog 2 regeneration potions heb ik. Ik weet niet hoeveel jij er nog hebt. 3. Oké, dus dan hebben we er nog 5. Nou ja, ik... Weet, nou ja, op zich 5. Dat is genoeg, want je kan er wel 3 tegelijk gooien, maar je krijgt niet 3 keer regeneration. Ja, moeten we dan überhaupt nog wel naar de nether? Ik denk, als we naar de nether gaan, is het puur voor levels te halen, denk ik. Puur voor levels? Hier is ons huis. Ja, hier is ons huis al. Wauw. Eén rechte streep gewoon, mensen. 1 rechte streep van ons huis. 400 blokjes, om precies te zijn, is gewoon de... Nou ja, 400 blokjes om precies te zijn. 450, 460. Nou, is gewoon de endportal. Gewoon... naar op zoek bent, hè? Ja, eigenlijk, ja, gezien ben je er wel naar op zoek, maar je gaat er niet direct naartoe. En nou hadden we gelukkig die ice natuurlijk. Ja, maar normaal gesproken kan het ook maar zo zijn dat dat de end bij jou echt, wat is het, 2.000-3.000 bloks bij je vandaan is. Ja, klopt, inderdaad. En kijk eens naar deze chest, hoeveel boekjes ik mee heb genomen. Holy shit, kijk hier, dit is het fortune boekje, deze. Oh ja, het fortune boekje hebben we inderdaad hier. We hebben nog Depthstrider, nou dat is op zich niet heel erg belangrijk, maar het zijn toch wel dingen die wel leuk zijn voor als je door het water heen moet. De fortune boekje, ik ga hem gewoon op mijn pickaxe zetten, denk ik maar. Is jouw pickaxe nog een beetje heel? Nee, het is bijna de cholera. Ja, daarom, we moeten dus eerst gaan minen, want we hebben hier ook nog maar 2 diamonds. Pickaxe. Doe maar jouw pickaxe. Ja, die is echt dood. Doe maar jouw pickaxe. Hierdoor krijg ik een bijna half HP pickaxe terug, hè? Kost me 4 levels. Oké, ja, nou... En dat doe ik gewoon. Als ik dan ook een keer het boekje erop zet van Fortune, dan kost me nog een keer 5 levels. Efficiëntie, Fortune 2, ik bedoel, als half HP. Hiermee kunnen wij echt nog wel bewijs van 3 stacks diamond fixen, hoor. Alleen die gebruiken voor diamonds, voor de rest gewoon met een fucking iron pickaxe je shit doen. Ja, dat is wel waar. Hebben we nog genoeg iron dan? Ik heb er nu 13 ingots in mijn inf. Oh nee, ik gooi... Oh nee... Is die nog alive? Vast niet. Waar is die nou heen? Hij moet deze kant op zijn gegaan trouwens. Ik gooi per ongeluk zo'n ei. Nou ja, die zal wel weg zijn. Nou ja, dan moeten we nog maar 4 ender pearls. Nou ja, prima. What the fuck? Waar ging die nou heen? Ik ben even buiten aan het kijken, maar... Nope. No eye over hier, mate. You fucked up 1 eye. Ja, ja. Nou ja, helaas. Ja, ook niet op het dak, ik ben op het dak, maar zie ik hem ook niet, nee. Nee, oké, nou, even kijken, dus we moeten eigenlijk gaan minen, dus. Ja, minen, ja, inderdaad. En voor de rest, hoop op nacht. Hopen op, ja, de nacht inderdaad, minen. Dan nether nog voor XP's, want hoeveel XP-levels heb jij momenteel? Ik heb er 13. Ik heb ook nog maar 13, want ik heb met 2 dingen gerepareerd en geënchanted. Ja, oké. Ik laat mijn Eye of Enders hier thuis, want ik weet hoe dat gaat. Dan gooi ik er dadelijk nog een paar, dat is echt zonde. Dan moeten we sowieso zorgen voor 2 Iron Pickaxes per persoon, denk ik. Ja, want je moet toch een beetje overal doorheen minen en zo. Even Iron Pickaxe fixen. Even kijken, ik heb nog dan die Regeneration Potion. Ja, die moeten we dan maar thuis laten en extra... extra heal potions gebruiken, want de regeneration potions hebben we dan nu nog nodig. Ja, tuurlijk zullen we er net nog wel ingaan, maar je snapt wat ik bedoel. Ik heb ook mijn boog bij me voor in de grot, dat is wel heel erg handig. Zo, zo. Oké, en nog wat torches heb ik nodig. Is er nog wat kool ergens? Ja, in de ovens, man.
Oh ja, en hier zit ook nog kool in. Even kijken, hebben we nog ergens hout, sticks, iets? Nee, hout in de linkerkist. Ja, hier zit ook nog een hele stack acacia wood. Hoppakee. En hier zit ook nog veel wood. Zo. Ook nog zelfs 42 torches, maar goed. Oh, 42 torches, echt waar? Ik heb nu zelf gepakt, er zitten nog 3 erin. Oké, nou ja, 3. Dan maak ik er nog wat bij, want je zei dat er in de ovens nog wat zat. Ja, kijk, zat. Hoppakee. Ik ben de weg kwijt. Oké, hier. Kon het niet meer vinden. Oké, 16 van die. Hoppakee. Nou, dan heb ik een hele stack torches en nog wat extra. Dan moeten we nu denk ik maar de mine ingaan. Hoe vervelend het eigenlijk ook is. Nou, bij mij is het nacht, dus ik ga buiten blijven. Oh. Ja, dat is ook zo. Nou ja, dan ga jij maar mopskillen buiten. Ik ga de mine hoor. Doe mij dan even jouw looting. Oh ja, mijn looting zwaard moet je hebben. Even kijken. Doe mij jouw zwaard dan eventjes. Oké. Sword switch. Hoppakee. Sword trading. Bannable. Bannable. Ik denk dat we ook wel offscreen wat gaan minen. Want ik zal nu nog eventjes wat minen. Misschien nog een beetje geluk hebben. Maar om nou echt de hele tijd te gaan lopen minen is natuurlijk niet echt leuk of zo. Het is letterlijk op zoek naar diamond. Kijk, je kan met massa dat je links en rechts maar dat je in één keer een pijl van 6 diamonds tegenkomt. En je hebt geluk met je voort, nu heb je een halve stack. Kijk, dat kan. Ja, dat kan letterlijk een half uur duren voordat je eentje tegenkomt. Helemaal waar, want ja, ik ga nu denk ik gewoon... Zal ik strip minen of... Ja, ik zou de Dylan ik ruik ze manier doen. Oké, ik ruik ze manier. Dat kan ik heel goed. Ik denk dat ik dan deze kant op moet. Ja, ik voel het alweer. Ze moeten deze kant moet ik op. Dan zit hier meneer de creeper. Die moet ik eventjes verslaan. Redstone, dat hebben we ook nodig. Dat was hier net een Enderman, ik wil hem slaan. Ook een nick in mijn bek. Kom dan, motherfucker. Ik ga hier even kijken welk niveau zit ik nu. Ik zit op 11. Oké, dan gaan we op 10 verder. En dan voel ik gewoon dat ik deze kant op moet gaan maken. Dat zijn 3 Enderpearls. 3? Ja. Van één Enderman? Yep. Oké, nou dan betekent dat we nog 1 Enderman nodig hebben. Of 2, of misschien 3. Want ja. Nee, je moet ze gewoon niet in je hotbar hebben, die Enderpearls. Klaar. Ja, precies. Dat was een fout. Maar sowieso zijn 2 extra wel handig voor het geval dat. Dus als er nog een Enderman is die zich wil melden, zou fijn zijn. Ik heb wel gold, ik heb wel lapis, dat hebben we ook nodig. Neem gold vooral mee. Veel lapis hier, jongen. Maar ik mine het wel gewoon met mijn iron pickaxe, want ik wil echt alleen de diamond even gebruiken voor diamond... Enderman! Nee, je kan best wel wat lapis ermee hakken, denk ik ook een klein beetje. Ja, maar ik heb hier 53 lapis van gekregen. Dat is voorlopig denk ik wel weer voldoende. Voldoende! En hier krijg ik 0 van. Fuck. Ja, dat zei ik. Dan moeten we waarschijnlijk nog 1, 2 of 3. Want ja, het kan best een keer zijn dat je 0 krijgt natuurlijk. En dat is een beetje, ja, lullig. Ik denk dat ik hier dan linksaf moet trouwens. En dan nog 3 blokjes rechtdoor. En dan, hier komen we gold tegen. Nou ja, dat is helemaal mooi. Dat is, nou ja, ook mooi. Want dat zijn veel regeneration potions. Of nee, niet kom niet uit mijn woorden. Instant health potions. Zo. En ik denk dat het ook wel verstandig is om gewoon normale golden apples mee te nemen. Want die geven toch golden ook, apples. Die geven toch ook absorption voor eventjes. Yep. Yep. Ja. Ik krijg die 2 extra gouden hartjes. Yep. Yep, precies. Enderman. Kom jij maar eens even hier, meneer Enderman. Enderman. 2 Endermans. Dat zijn er veel vannacht. Ze weten dat we de end hebben gevonden, denk ik. Hij heeft een roos vast. Oh, wat lief. Oh, wat lief. Oké, dan moet ik hier nog 2 blokjes naar voren. Wat? Gaat het goed? Ja. Hallo? Ja, gaat alles gewoon oké'tjes? Een dubbele Enderman attack op mij. Leef je nog? Bijna niet meer, Enderpearls. Mama! Heb je geen potions bij je ofzo? Jawel. Lol, ik mine letterlijk onder een mobspawner. Ik heb net 1,5 hartje, Dylan, oké? Oké, wauw. Hoeveel dingen hebben we nodig? Oh nee. Niet te overhaast gaan doen, Dylan. Gewoon rustig wachten bij de trap. Waarom heb jij full gold? Snel die span. Hoeveel? 4. Ik heb 6. Je hebt 6. Dan hebben we genoeg. Oh, dit voelt zo goed. jongen. Maar letterlijk, hè. Ik ben aan het minen en ik mine zo onder een mobspawner door. Ja, moet je nagaan, jij hebt daar moeite. Ik heb fucking 2 Endermans en een skeleton die me tegelijk aanviel. Ik heb 1,5 hartje left. Ja? Jonne. Ik heb nog steeds geen diamonds. Dus ik ben een beetje set peppe. Salt peppe.
Salty Pepe, ook goed. Ja, ik zit ook op niveau 9. Ik ga wel naar niveau 10 toe, want... Naar 11 misschien. Geef me diamonds, alsjeblieft. Ik heb ze nodig. Ik heb ze echt nodig nu. Please. Even kijken, deze enderballs dingen doen we even niet kist. Enderballs. Ik wou die shit heet, joh. Ben ik helemaal gaar inmiddels. Zullen we wel even gaan maken trouwens. Enderballs. Ja, nee, ik ben hier aan het minen voor Jan met de korte achternaam. Want ik hebben er precies 14 nu. Nice. En we hebben er 12 nodig voor in dat ding. Dus dan hebben we er 2 extra. Kan ik er 2 per ongeluk weggooien. Ja. En ik zat ook te denken, stel dat jou dat jij per ongeluk misplaatst op dat dingetje, weet je wel, om je eye erop te zetten. Dan schiet hij alle kanten op en dan zou hij bij ons in ons geval net kapot klappen, weet je? Ja, precies. Dat zou zomaar kunnen, inderdaad. Ja, ik kom op een gegeven moment nog één stekje of diamonds. Zeg maar één. Nou, een stekje, dat is een beetje veel, maar één plekje. Eén plekje met een paar diamonds. Kom op. Please. Please. Voordat mijn pickaxe kapot is. Anders geef ik het op en dan gaan we gewoon offscreen minen. Oh nee. Hij is bijna kapot. Nee. Don't do this to me. Oh shit. Komt er ook nog eens gravel bij kijken. Dan gaan we je afslaan. En ik denk dat de pickaxe nu gaat breken helaas. Ja. Geen diamonds. All around me are diamonds. Goed mensen. Ja. We gaan dus offscreen even zorgen voor wat diamonds. In ieder geval mensen, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vonden jullie het nou weer leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk ook even op Duffy Games. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende video. Later.